In de keuken is er niet zozeer veel veranderd. Als wel dat ik bijna niet meer frituur. We werken dus met bakplaat, koken, bakken, braden en steamer. Maar het aanbod van de verpakte artikelen, dat is helemaal veranderd. We verkochten hiervoor het bekende assortiment. Hè? Suikerwafels, stroopwafels, gevulde koeken, noem het maar op. Zoals alle reguliere scholen. Ja, en we hebben echt afgelopen zomer gezegd van een nieuw exit, dit willen we niet meer. In eerste instantie bracht het natuurlijk een enorm shock-effect teweeg. Maar wij boden voldoende alternatieven aan. En de leerlingen maken daar nu inmiddels gretig gebruik van. Alle broodjes zijn vrijwel altijd op. En de maaltijden lopen ook heel goed. Zijn er die zeggen, ah meneer, dat wordt toch niks, dat kun je toch niet eten of dat of dat. Maar het omslagpunt is al bereikt. Men vraagt dan naar de producten, dus het gaat erg goed. En gaan ze nu niet stiekem allerlei andere dingen zoals patat en frikandellen ergens anders halen? Nou, stiekem is een groot woord. De bovenbouwleerlingen mogen natuurlijk gewoon in de pauze buiten de hekken van de school. Albert Heijn is om de hoek, dus ze kunnen dat inderdaad gaan doen. Maar wij proberen toch met het goede voorbeeld te stimuleren dat ze onze producten gaan doen. De aanleiding voor ons was het zien van het enorme hoeveelheid snoepgoed wat leerlingen kochten in onze kantine en de broodjes die ze lieten staan. En bovendien het overgewicht wat hier de 30% overstijgt. Kijk, het is natuurlijk niet goed als je veel te dik bent. Het is heel ongezond, het is slecht voor je, je kan ziek worden. Dus je kan beter af en toe iets gezonds eten.